Mijn naam is Erik Kolderhof. Ik ben programmamanager voedselstrategie bij de gemeente Amsterdam. Nu bijna 2 jaar. Vorig jaar, januari, ben ik een beetje blanco begonnen met wat doen we met voedsel als gemeente. Is het überhaupt wel een taak van de gemeente om daar wat mee te doen? Nou wil het wel zeggen dat dit college in 2018 begonnen is en toen in het collegeprogramma wel heeft aangegeven, we gaan iets met voedselstrategie doen, maar hoe en wat was toen nog niet helemaal duidelijk. En daarnaast met het project het uitbreiden van stadslandbouw. Dus er zaten wel 2 voedselonderwerpen in het collegeprogramma. Ik ga jullie wat vertellen over de voedselstrategie. Dan kom ik met name, ga ik daarna wat inzoomen op waarvoor we hier eigenlijk zitten voor de korte keten. Hè, wat Marjan het ook al heeft verteld en ik denk jullie allemaal samenbrengt, dat overkoepelende thema. En hoe ik daar vanuit de gemeente Amsterdam aan probeer bij te dragen. Eerst eventjes over de 6 actielijnen zoals je kunt lezen van de voedselstrategie. Die zijn bedacht aan de hand van aan de ene kant pragmatische gedachten in de afgelopen jaren die zich zo gevormd hebben en wat er al in de stad aanwezig was, maar ook wat er landelijk speelt als je het hebt over het thema voedsel. En als laatste of als derde afweging, wat kunnen we als gemeente wel, wat kunnen we als gemeente niet. De gemeente gaat, zeker Amsterdam, laat ik zo zeggen, nauwelijks over stikstof, om het zo te zeggen. Op andere manieren wel, maar niet in combinatie met landbouw of voedsel. Uiteraard wel met de uitstoot in de stad. Hè? Maar dus we hebben 6 lijnen toen gekozen. En de eerste die het belangrijkste misschien wel is, is dat voedsel het belangrijkste verbindende element in onze samenleving is. Er zijn natuurlijk nog heel veel andere, maar wij vinden dit vanuit voedselstrategie natuurlijk het belangrijkste. En dat betekent zoveel als dat we samen voedsel willen verbouwen, samen ook mogelijk maken vanuit de gemeente dat andere mensen met elkaar een moestuin beginnen of een stadslandbouwproject. Soms bijna commercieel, soms uber kneuterig boven op een dak of in een paar plantenbakken. Dat kan allemaal en de gemeente Amsterdam die ondersteunt ontzettend veel van dat soort projecten, zeker om ermee te beginnen. Daarna moeten de bewoners natuurlijk vaak zelf doen en dat gaat in heel veel gevallen goed. Zeker met de coronapandemie in het achterhoofd bijna, ik hoop maar helaas nog niet helemaal in het achterhoofd, maar zeker de eerste periode die we hebben meegemaakt vorig jaar, heel veel mensen die zonder inkomen kwamen te zitten en wel moesten eten. En daar is heel veel aandacht aan besteed, ook met de mensen van de korte keten. Ik zie je Bouke ook onder andere zitten, Mark, maar vooral ook met de Rabobank. En vanuit de gemeente Amsterdam hebben we het project Boeren voor Buren opgezet. Ik hoop dat heel veel... Wie kent het project eigenlijk niet, als ik het even zo vraag? Boeren voor Buren, zegt iemand het niks? Oké, nou, heel kort, het geeft helemaal niks, maar dan hebben we toch nog wat missiewerk te doen hier. Het is een project waarin voedsel dat overbleef, omdat de horeca dichtging, uit de regio, vooral Flevoland, van Flevofood, overbleef. Ja, wat moet je ermee? En toen bleek aan de andere kant dat heel veel mensen in Amsterdam geen eten hebben. Dus uiteindelijk, simpel gezegd, is het project, hoe brengen we dat eten uit de korte keten, in dit geval ook nog, naar de mensen in Amsterdam. En de Stichting Studiezalen van Abdelmid Adrissi, die hier ook meerdere malen in Amsterdam al een prijs heeft gekregen, is een van de grote drijvers achter dit project geweest. En we zijn nu bezig met de doorstart te bedenken, Boeren voor Buren 3.0, om dit veel meer te verbreiden over de stad. Want er zijn helaas heel veel mensen die zelfs niet voldoende geld hebben om eten te kopen. Daar zijn nog heel veel andere projecten van in de stad, maar dit is in ieder geval waar wij heel actief mee bezig zijn. De tweede, die ook net al even bij Circle is genoemd, is het thema voedselverspilling. Ook belangrijk uiteraard, om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Amsterdam heeft niet een eigen doelstelling, maar sluit in dit geval aan bij de landelijke doelstelling. En wij werken daarmee dus samen met de stichting Samen Tegen Voedselverspilling.nl. Zij hebben landelijk die ambitie om het aantal kilo's per persoon en per huishouden in de huishoudens, maar vooral ook in de horeca en in de retail terug te brengen. En wij doen daar mee met bijvoorbeeld begin september de week tegen de voedselverspilling. En dan de derde gaat om de gezonde voedselomgeving. Dat is heel breed. Dat is in de afgelopen jaren heel erg uitgebreid. Maar ook gaat om, oh jee, nou, dat gaat goed.
Dat gaat om kinderen met obesitas, dat gaat om gezonde schoolkantines, dat gaat om ouderen die gezond moeten blijven eten. Dat gaat om hoe kunnen we het aantal snackbars in de openbare ruimte misschien een beetje bijstellen naar beneden. Wat bestemmingsplan technisch, voor iedereen die dat snapt, wel heel ingewikkeld is. En hoe kunnen we iets doen bijvoorbeeld, dat is meer in de lobbysfeer, bijvoorbeeld suikertax. Hè? Of kunnen we groenten nul belast, 0% btw en ongezonde producten naar 21%. Dat soort discussies. Het is allemaal niet wat Amsterdam zelf kan regelen, dat begrijp je vast wel. Maar het is wel waar we ons in ieder geval mede voor inzetten. De derde gaat om de regionale voedselproductie en de regionale distributie uiteraard van. Daar gaan we wat dieper op in natuurlijk deze middag. Daar kom ik zo dus wel eventjes nog wat dieper over te spreken. De vijfde gaat, hoe kunnen wij ondernemers die iets met duurzaamheid, voedsel, gezondheid doen, ondersteunen. Kan zijn zoeken naar een werkplek, kan zijn eenmalig bij een start-up ondersteunen. Soms ook nog wel even met een doorstart. Maar ook vooral netwerken op te bouwen waar de gemeente in ondersteunt. De gemeente heeft de website van Amsterdamse Bodem gefinancierd en die loopt al jaren. En daar zitten vrijwilligers in die hun activiteiten kunnen melden, maar ook ondernemers. En de laatste gaat om de dierenwelzijn en de eiwittransitie. Met name dat laatste punt valt onder voedselstrategie, laat ik het maar even zo zeggen. En het gaat om, natuurlijk om hoe kunnen we minder dierlijke eiwitten eten, wat een mondiaal vraagstuk is. En hoe kunnen we dat vervangen door gezonde plantaardige eiwitten en toch een samengesteld menu hebben dat lekker, vooral lekker en gezond is. En daar zijn we nu net bezig met een plan van aanpak, dat ligt nu bij de burgemeester en de wethouders om goed te keuren. Nou, we zijn heel benieuwd, we weten. Misschien komt er nog een keer terug. Dat zijn de zes lijnen waar ik mee bezig ben. En de vierde lijn die gaat met name over die korte keten. Waarbij we vorig jaar in een overleg, ik noemde een aantal mensen net al van Local to Local, maar ook Flevo Food en Rabobank in gesprek zijn gekomen. Met, toen nog met Barbara Baarsma. Met die ambitie, hoe kunnen wij zorgen dat het aantal kilometers dat voedsel dat op ons bord ligt, wordt teruggedrongen. Er zijn metingen verricht en als je kijkt wat ligt er nu op ons bord, waar komt het vandaan? Als je alles deconstrueert en kijkt waar het vandaan komt, dan heeft een gemiddeld bord misschien wel 30.000 kilometer afgelegd. Dat kan ook anders, denken we dan. Nu blijkt dat ongeveer 4% van wat op ons bord ligt, de gemiddelde Amsterdammer moeten we dan even nemen, komt uit de korte keten, lokale keten. Neem een straal van 50 kilometer, 30 kilometer, dat is eigenlijk niet zo belangrijk, maar in ieder geval zo'n straal van redelijk dichtbij. En dat willen we naar 25%. Dat is niet alleen een ambitie van Amsterdam, maar ook van de provincie. En dat, daarin werken we dan natuurlijk ook samen met provincies Noord-Holland en Flevoland. En een klein beetje met vooral de boerencoöperaties rondom Amsterdam. Dus dat mag ook best in Utrecht liggen. En daarin proberen we die 25% te gaan bereiken. Wat daarbij komt, nou, ik heb het opgeschreven, je kan het lezen. Maar er zijn verschillende overwegingen waarom we dan als Amsterdam willen doen. Of waarom we überhaupt die korte keten belangrijk vinden. Dat zijn economische, uit milieuoverweging gewoon die afstand verkorten, zodat er minder uitstoot komt, maar ook ethische overwegingen. Want is het wel ethisch verantwoord dat wij tomaten eten uit Spanje, waar al zoveel droogte is, en dan toch nog heel veel water nodig is voor de kweek van tomaten? Misschien zijn ze wel eerlijk, maar ja, je kunt je afvragen, als wij ze hier ook kweken, of het dan wel ja, milieutechnisch verantwoord is. Dat soort discussies zitten er natuurlijk ook achter. Waarom willen we dit in Amsterdam en waarom willen we als gemeente hier aan bijdragen? Want je kan ook zeggen, laat het aan de markt over. Er zijn met jullie samen al zoveel ideeën en initiatieven, dus waar moeten wij ermee? Nou, toch is het zo dat Amsterdam zich ook verantwoordelijk voelt vanuit die transitiegedachte. Hè? Die hele grote transitie van eiwit tot en met korte keten. Er is natuurlijk een enorm potentieel in Amsterdam. Dus als je het ergens kunt proberen, dan moet je het eigenlijk in een grote stad doen met heel veel verschillende mensen, waar ook in ieder geval belangrijk deel koopkrachtig is. En een deel van de bewoners, bevolking, studenten ook in is voor dit soort nieuwe experimenten. Het zal lastiger zijn in een hele conservatieve gemeente. Dus dat is belangrijk. We hebben natuurlijk ook nog heel veel toeristen die ook geïnteresseerd kunnen raken in iets locals.
als ik in Frankrijk, en misschien er ook wel, of in Duitsland, een supermarkt hier binnen ga in een dorp, dan heb je overal van die schappen met lokaal product. En dan koop je een kaasje. Ik kom net de afgelopen weekend heel decadent, was ik in Bilbao. En ik heb alleen maar lokale wijn gedronken. En ik heb niet, het wordt niet eens geserveerd. Als je vraagt witte wijn, krijg je gewoon wijn uit Bilbao of omstreken Baskenland, laat ik het zo zeggen. Nou, logisch. Ook nog 1,85 per glas, dus ik zou het eigenlijk... Ik kan het je aanraden. Goed, super goedkoop ook nog een keer. Dus dat kan ook nog. Kan nog. Nou, met andere woorden. En natuurlijk is heel veel horeca hier in Amsterdam. Veel meer dan verspreid over het land. Dus je kan samen ook nog een vuist maken als je dit wilt doen. En als laatste ja, hopen we dat de gewone inwoner van Amsterdam, die allemaal niet zo met voedsel dagelijks bezig is, toch het idee heeft van, ja, we moeten iets veranderen. Want ja, vorig jaar was er gewoon heel veel dingen in de winkel niet meer te krijgen. Dus hoe komt dat dan? Wat is er mis met ons systeem? Daarvoor hebben we eind oktober vorig jaar, eigenlijk een jaar geleden, want het was op 31 oktober, als ik me goed herinner, de intentieverklaring voor de regionale alliantie, korte keten, in de metropoolregio Amsterdam, heel mondvol, afgesloten met het idee, al die partijen die daar aan hebben meegedaan, je ziet de logo's daarvan, samen aan de slag gaan om programma's, projecten, initiatieven te bedenken om die korte ketens ook echt realiteit te laten worden. Dat is nog best lastig, want ja, zeker in coronatijd was het nou niet echt het makkelijkste moment om dit soort initiatieven te beginnen. Als de economie booming is, dan gaat het allemaal een stukje makkelijker. Maar goed, niettemin zijn we toch met heel veel dingen gestart. En daar hoor je vast ook nog wat meer over zo meteen of vanmiddag. Maar voor Amsterdam was het belangrijk om daar een belangrijke bijdrage aan te leveren. En een van de dingen die ik samen met Mark Frederiksen vooral heb besproken, van, hoe kunnen we hier een verhaal van maken dat ook aansluit, dat mensen ook begrijpen. Want bij Circle worden wel hele leuke en heerlijke lokale producten, misschien of zelfs niet verspilde producten gegeten. Maar wie weet dat? Waar staat dat dan? Dus hoe krijg je mensen nou zover dat ze ook snappen, oh leuk, ik koop dat wat uit de korte keten komt, in plaats van een anoniem product dat ergens vanuit de wereld hier naartoe is vervoerd. En toen hebben we analoog aan wat in Utrecht al gebeurt, namelijk die metafoor van de Hollandse waterlinie, die gebruiken dat ook als een soort voedsellandschap, hebben we gedacht, nee, we pakken de verstelling van Amsterdam, die kent iedereen, het UNESCO Werelderfgoed, waarmee wij ook de mensen kunnen laten zien, vroeger was de stelling een verdedigingslinie tegen de vijand, om het zo te zeggen. En nu zou je diezelfde stelling, die nog steeds eigenlijk heel erg in een agrarisch landschap ligt, kunnen zien als een voedsellandschap. En hoe kunnen we dat voedsellandschap met die metafoor van de stelling van Amsterdam gebruiken voor die korte ketendiscussie en om dat hele principe aan te jagen? Dat is waar we nu op dit moment heel druk mee bezig zijn, om dat te gebruiken. Nou, eigenlijk hebben we het daarmee dan wel over ongeveer heel Noord-Holland en Flevoland, waarbij we dan zeg maar even Pampers beschouwen als een Flevolands fort. Maar ook bij Naarden en bij Muiden, dat is natuurlijk al bijna over de brug, om het zo te zeggen, en je bent in Flevoland. Dus die twee provincies, die trekken samen op met heel veel partijen en corporaties om dit tot stand te brengen. En uiteindelijk met de ambitie, ook mijn persoonlijke ambitie, moet ik erbij zeggen om straks dat heel erg herkenbaar te maken voor de consument. En in de horeca. Mijn beeld zou daarbij zijn, nou, deze kennen jullie natuurlijk al, hè? Dus Boer van Amstel, de melk, hij staat hier achter mij. Ja, en is een voorbeeld van hoe we dat natuurlijk al eerder hebben geprobeerd vorig jaar, om zichtbaar te maken aan de mensen zelfs op de Dam en artikelen in de Telegraaf. Maar hoe kunnen we dat nog, dit is maar eentje. En als ik nou op dat pak hier krijg, dit is een regionaal product, voedsel vanuit de stelling van Amsterdam, dan hoop ik dat mensen dat gaan pakken en gaan kiezen in plaats van gewone melk van Campina of van Melkunie.
Hetzelfde hoop ik ook, en daarmee rond ik af, dat bijvoorbeeld als hier op de menukaart van Circle, als je hier gaat eten of waar dan ook in Amsterdam, tenminste één gerecht of twee gerechten volledig zijn samengesteld uit producten uit de korte keten uit de regio. En dat er ook een soort van logo dan ook daar weer herkenbaar is. En het laatste, als je dan weer in die supermarkt komt, dat je overal van dit is een regionaal product ziet. Nou, dat is een kleine droom van mij. En ik hoop dat vooral jullie als afnemers, als producenten, samen met de onderzoeksinstellingen, want we moeten natuurlijk wel meten of het ook inderdaad gaat gebeuren en of het ook allemaal gaat groeien, maar in ieder geval met al die partijen samen en de gemeente tot zo'n resultaat komen. Dat is mijn wens. APPLAUS